Eén monster man weet ik nou. Deze is heel erg helder. In vergelijking met het grachtenwater in Utrecht. Nou, mijn naam is Kai Hendricks en we staan hier bij de Utrechtse studentenroeivereniging Triton. En ik sta hier als lijstduur van de Algemene Waterschapspartij in voorbereiding op de waterschapsverkiezingen. En ik wil graag mijn lijstgenoten en daarmee eigenlijk ook heel Utrecht, de Stichtse Rijnlanden, eigenlijk meenemen in de roeiboot om te laten zien hoe belangrijk en hoe mooi het water kan zijn. Heel hoog tillen. Ik ben Lisanne Takke, ik ben 20 jaar en ik sta op de vierde plek voor de Algemene Waterschapspartij. Ja, heel veel mensen denken van, goh, je bent jong, je bent student, wat doe je bij de waterschappen? Nou, ik ben vier jaar geleden ongeveer, ben ik jeugdijkgraaf geweest, nationaal jeugdijkgraaf. En toen ben ik met andere jeugdbestuurders aan de slag gegaan om jongeren te betrekken bij het werk van de waterschappen. Nou, dat is nog steeds iets wat mij nog aan het hart gaat, want heel veel mensen weten niet wat de waterschappen doen. En ze doen een heel belangrijk werk. En dat is ook waarom ik me nu verkiesbaar stel voor de waterschappen. Om juist de jongeren, maar überhaupt heel veel Nederlanders te betrekken bij het werk van de waterschappen. Want ja, het waterrijke Nederland moet wel droog gehouden worden. Ook over 20, 30, 40 jaar. En ik roep daarom ook iedereen op om te stemmen, want het is toch wel echt belangrijk. De waterschappen beslissen dingen voor lange termijn over de leefomgeving van de burgers. Van de boeren, van de bedrijven, iedereen. Iedereen heeft met water te maken, dus daarom is het ook belangrijk dat iedereen gaat stemmen. En vooral de jongeren en de studenten.